me zo heel erg. Maar in het begin echt hele hoge golven. En we hebben allemaal van tevoren, een tabletje moeten nemen tegen zeeziekte. Ze zijn goed voorbereid. Sowieso een hele goede organisatie. Ook aangeschreven door Lowing Planet. Ze doen verantwoord walvisroute. En ja, op de weg krijg je ook lekker bord met fruit. We hebben net een omeletje gehad met wat brood en saucijs. Dus ze doen het goed, wordt goed voor ons gezorgd. En ik hoop zo dat we die walvis tegen gaan komen. Zover is het nog rustig op het water. Deze organisatie, Raja and the Whales, is dat ze op een verantwoorde manier de walvissen benaderen vanaf de zijkant, volgens de richtlijnen die hiervoor gelden. Dat is belangrijk, omdat een walvis ogen aan de zijkant heeft en geen nek heeft waarmee die eventjes snel kan keren. Dus wanneer je hem van de zijkant benadert, dan kan die daar ook op anticiperen en je ja, vermijd dat je tegen de walvis aanvaart, waardoor je hem beschadigt en misschien wel vermoord. Maar er zijn hier heel veel andere organisaties die gewoon bam, op die walvissen afvaren, gewoon frontaal. Helemaal geen ruimte geven dat ze even boven kunnen komen om te ademen. En dat was heel heftig om te zien. Dus ja, nou, dat voelt niet echt lekker. En de eigenaar van deze organisatie vertelde me dat op dit moment erover na wordt gedacht om in Sri Lanka het walvis kijken te verbieden. Als ik zie hoe daarmee om wordt gegaan, dan denk ik verbied op zijn minst de boten die hier onverantwoord mee omgaan. Dat er boten zijn die walvissen willen kijken is niet erg. Als een walvis zich op zijn gemak voelt, dan komen ze ook naast de boot en komen ze omhoog. Maar hier werd ze zo opgejaagd. Dat is ook wat ik van andere mensen heb gehoord die onder andere naar van die parken zijn gegaan, van die nationale parken.
dat er zoveel jeeps komen en die zo de wilde dieren opjagen. Dat vond ik zo fijn aan de Kingdom Ecolodge, dat het allemaal zo respectvol en in verbinding met de natuur was. En ook al wil deze organisatie, Raya and the Whales, wil dat respectvol doen en verantwoord, wat ze ook doen, want ze doen echt een goede benadering. Maar door die andere boten, die er gewoon zomaar keihard op afgaan, en dus ook regelmatig in een botsing terechtkomen, of het nou met de walvis is of met de andere boot, maar dat gebeurt heel regelmatig. Ja, daardoor kan het niet verantwoord. Dus ik zou het zelf niet nog een keer doen.